Goed, we gaan de stof doornemen voor de beeldenvorming toets. Hier zie je een plaatje van de kleurentabel van ITTE. In het midden zie je drie primaire kleuren. Dat is geel, dat is rood en dat is blauw natuurlijk. Dit noemen we de primaire kleuren omdat dit de basiskleuren zijn. Met deze kleuren kun je alle kleuren van de regenboog mengen. Als je twee kleuren mengt, bijvoorbeeld geel en rood, dan krijg je een secundaire kleur. Kijk maar goed naar de woorden, primair 1, secundair 2. Dus die secundaire kleuren zijn kleuren gemengd van twee basiskleuren, van twee primaire kleuren. Bijvoorbeeld oranje krijg je dan als je geel en rood mengt. In de buitenste cirkel zie je allemaal secundaire kleuren. Dus allemaal kleuren die voortkomen uit twee primaire kleuren. Als je er een beetje wit bij zou mengen, dan krijg je een pasteltint, dat zie je rechtsonder. Dus bijvoorbeeld als je paars hebt, gemengd van rood en blauw natuurlijk, en je doet daar een beetje wit bij, dan krijg je lila. En lila hoort dan weer bij de pasteltinten die je rechtsonder ziet. Een complementair kleurcontrast. Dat is een contrast tussen twee kleuren die tegenover elkaar in een cirkel staan. Zo zie je bijvoorbeeld rood en groen. Als je kijkt in een cirkel, dan zie je dat die rood en groen tegenover elkaar in de cirkel staan. Net zoals paars en geel, die staan ook tegenover elkaar. Dat noemen we een complementair kleurcontrast, omdat ze elkaar aanvullen, omdat ze elkaar versterken. In het midden zie je een plaatje van vlees bij de slager. En de slager die heeft er een groene paprika naast gelegd en groene kruiden naast gedaan. En dit heeft hij gedaan omdat hij dan een complementair kleurcontrast maakt. Want door het groene naast het rode vlees, lijkt het rode vlees roder. En als het roder lijkt, ziet het er lekkerder uit. En als het er lekkerder uitziet, dan verkoopt het beter. Dus een complementair kleurcontrast zijn kleuren die tegenover elkaar in de cirkel zitten. Nu gaan we het hebben over vormen. We beginnen met de grondvormen. De grondvormen zijn de wiskundige vormen, die je waarschijnlijk ook bij wiskunde hebt gehad. Denk maar aan de kubus, de balk, de bol, cilinder, etc. In deze plaatjes kun je een aantal van die vormen herkennen. Bijvoorbeeld bij die piramide kunnen we natuurlijk de piramidevorm ontdekken. En linksboven de plaatje zien we dat de pilaren, als je goed kijkt, uit cilinders bestaan. En het plaatje rechtsboven zie je dat hij uit kubussen en allerlei balken bestaat. Zo'n object dat uit verschillende vormen bestaat, noemen we een geconstrueerde vorm. Zo zie je het gebouw hierbovenin, bestaat uit allerlei cilinders en een kegel zien we op het dak. Dus dat zijn verschillende vormen die bij elkaar zijn gezet. Construeren, dat is natuurlijk ook bouwen, het samenstellen, structureren van vormen. Hier linksonder kun je ook een aantal basisvormen ontdekken. En ook rechtsonder bij het autootje kun je natuurlijk verschillende basisvormen herkennen. Zoals de cilinder in de wielen, de balk, de kubus. Dit zijn organische vormen. Organische vormen zijn vormen door de natuur gevormd, in principe. Ze hebben geen strakke lijnen, ze hebben geen hoeken en ze bestaan niet uit perfecte cirkels. Je kunt het woord organisch misschien wel onthouden door te denken aan de organen in je buik. Die zijn ook natuurlijk gevormd en hebben ook geen rechte lijnen, hoeken of perfecte cirkels.
En nu gaan we het hebben over compositie. Een compositie is een samenstelling van verschillende elementen. Dus zoals linksboven zie je verschillende balken. En hoe die zijn samengesteld, hoe die zijn gestructureerd, dat bepaalt je compositie. Nou, bij die balken en bij die schilderij ernaast zie je dat ons oog naar het midden wordt getrokken. Dus vanuit het midden zijn de elementen gerangschikt. En dat noemen we dan een centrale compositie. Daaronder die twee plaatjes, daar kun je zien dat die elementen, zoals bijvoorbeeld rechtsonder die paaltjes, diagonaal zijn gerangschikt. Want je kunt, als je je ogen een beetje dichtknijpt en door je wimpers kijkt, kun je een diagonale lijn kun je ontdekken in deze foto, in deze afbeelding. Hier linksboven zie je dat de verschillende elementen, de verschillende onderdeeltjes, verticaal zijn gerangschikt. Want ze zijn allemaal omhoog gezet. En zo ook hier rechtsboven een horizontale compositie. En dan ziet een horizontale lijn in het schilderij. Het maakt dus niet uit of het over een schilderij gaat, of over een standbeeld, of een beeld, of een foto. Allemaal bestaan ze uit verschillende onderdelen die op een bepaalde manier zijn gerangschikt. Nou, dan hebben we de laatste drie foto's onderaan. Dat zijn symmetrische composities. Want als je goed kijkt, dan zie je dat de ene en de andere helft min of meer gelijk zijn. Min of meer gespiegeld zijn. Dat noemen we een symmetrische compositie. Denk maar aan symmetrisch en asymmetrisch. Asymmetrisch is natuurlijk niet gelijk. Net als sociaal en asociaal. Verschillende materialen kun je herkennen aan hun stofuitdrukking. Metaal kun je herkennen aan dat het een beetje glanst. Klei kun je herkennen aan de kleur, die heeft natuurlijk een specifieke kleur. Maar ook zitten er vaak kleine korreltjes in. Karton kun je herkennen doordat het uit verschillende laagjes bestaat. En hout herken je natuurlijk ook aan de kleur en de structuur. En er zijn verschillende soorten hout. Je hebt triplex en multiplex. Het triplex bestaat uit drie laagjes, kijk maar naar tri. En multiplex bestaat uit meerdere laagjes, multi. Dit jaar ben je ook bezig geweest met portret. Je hebt geleerd hoe de verschillende verhoudingen in een gezicht zijn. En hoe dat bij iedereen ongeveer gelijk is. Je hebt geleerd dat de ogen in het midden gaan. Je hebt geleerd dat de neus in halverwege de ogen en het kinnetje gaat, enzovoort. Het zijn de verschillende verhoudingen van een gezicht. Als een foto of een tekening of een schilderij van iemand recht van voren is gemaakt, dan noemen we dat en face. Dus dan zie je het gezicht helemaal recht van de voorkant. Als je een gezicht van de zijkant ziet, dan noemen we dat en profiel. En profiel. Beide Franse woorden om het verschil aan te geven. Misschien ben je dit jaar ook wel met letters bezig geweest. En sowieso werk je natuurlijk met de computer. En dan kies je een mooi lettertypje als jij een werkstuk gaat maken. Nou, misschien kies je soms Times New Roman, of misschien kies je wel eens Comic Sans, of wat voor lettertype dan ook. Nou, alle letters zijn ontworpen door iemand. En die heeft ervoor gekozen om er wel of niet een schreef aan te zetten. Nou, een schreef, je ziet het al hier aan het plaatje, dat is zo'n dwarsstukje aan de letter. Dus bij de bovenste, bij die S en die H en die F en die L, dan zie je de schreef omcirkeld. Dus dat dwarse stukje. Nou, bij het onderste woord zie je bij die cirkeltjes dat die er niet is. Dat is een schreefloze letter en die andere een schreefletter. Misschien kan je het onthouden aan de uitdrukking over de schreef gaan. Misschien zegt je vader of moeder dat wel eens als je buiten je boekje bent gegaan. Als je iets hebt gedaan dat niet mocht.
Deze rode lijntjes die herken je misschien wel van de basisschool. Daar heb je waarschijnlijk ook leren schrijven tussen de lijntjes. En dan heb je een verdeling. Sommige letters die hebben alleen de x-hoogte. Dus bijvoorbeeld de e die zit alleen tussen de tweede en de derde lijn. En dat is de x-hoogte. Net als de a en de o. Sommige letters hebben een stok. Zoals bijvoorbeeld de f. Dus die gaat naar het bovenste lijntje toe. En sommige letters hebben een staart. Zoals bijvoorbeeld de g en de p en de i in dit geval. Dus je hebt de x-hoogte, de stok en de staart. Ruimtelijkheid, ofwel het 3D laten lijken van een tekening of schilderij, kun je op verschillende manieren doen. Je kunt er een schaduw aan geven. Misschien heb je al een oefening gedaan met het pingpongballetje. Of je kan het je voorstellen. Zoals je hier een balletje ziet. Dus je hebt schaduw wat op iets anders valt. Dat noemen we de slagschaduw. Net als wanneer je op een zonnige dag over straat loopt en jezelf ziet op de stoep. Dat is je slagschaduw. En je hebt een eigen schaduw. En dat is de schaduw die op het onderwerp zelf valt. Dus in dit geval op het balletje. Repoussoir, wat je links boven ziet. Dat is dat het licht van de achterkant komt. En dat daardoor het beeld wegvalt. Je krijgt een silhouet. Dus deze boom, we zien niet de schors, we zien niet de groene bladeren. Het is allemaal zwart. En dat noemen we een silhouet. Ook wel repoussoir. Afsnijding, dat is ook wat je bij die boom ziet. Want de boom is niet helemaal op de foto, maar er valt een gedeelte weg van het blaadje af, van de foto af. Dat noemen we afsnijding. Met een munt ben je bezig geweest met klei en daar heb je reliëf gemaakt. Een reliëf is een verschil in hoogte, wat je kan voelen. Zoals je bij dit beeld ziet hier linksboven, maar ook wat je bij die munt ziet en wat je bij je eigen munt natuurlijk hebt gedaan. Ook in de euromunt zit ook reliëf, zowel op de voor- en achterkant, maar ook aan de zijkanten. En aan de zijkanten, pak maar eens een 20 centje of 10 centje, zit een reliëf en daardoor kan je voelen wat voor waarde het muntje is. Als laatste, het arceren. Daar ben je dit jaar ook mee bezig geweest. Arceren is met een pen of potlood een structuur tekenen. Waarmee je schaduw licht en donker creëert. Dus als je hier rechts kijkt, dan zie je daar verschillende manieren van arceren. We zien streepjes, diagonaal, verticaal, horizontaal, ruitjes, kruisjes. Eigenlijk is alles mogelijk. Als je linksboven kijkt bij het oog, dan zie je hoe dichter de arceringen bij elkaar zitten, hoe donkerder het lijkt. En dat zie je bij die prop waar een plaatje onderaan van is, zie je dat ook gebeuren. Dus door te arceren kun je licht en donker creëren, dus kun je ruimtelijkheid laten zien. Nou, dit was het. Ik hoop dat het duidelijk is. Veel succes met je toets.